die vertelt over de grote tragedies van de 20e eeuw aan de hand van een paard, de Lipizzaner. Ja, eigenlijk is het beginpunt, het vertrekpunt, een Lipizzaner hengst geweest die ik goed heb gekend. Ik heb vroeger heel fanatiek paard gereden, van mijn 11e af tot mijn 16e. En dat was in Drenthe, aan het Deurse Diep. En daar stond destijds, op die manege waar ik kwam, een Lipizzaner hengst. En dat was bijzonder. Een telg van het adellijke geslacht was aangespoeld, zou je kunnen zeggen, in dat diepe Drenthe. Ik ben in de stamboeken de zuivere bloedlijnen gaan volgen naar de voorouders. En dan kom je bij de vader, de grootvader, de overgrootvader. En eigenlijk is het de ruggengraat van het boek een familiekroniek, maar dan over een paard, die Lipizzaner. En je hebt in 3-4 generaties die hele 20e eeuw die aan je voorbij trekt. Maar die Lipizzaner is niet zomaar een paard, hè. Dus het was het paard van de Habsburgse keizer. De familie van Habsburg had een paardenras. Ze hadden niet alleen raspaarden, ze bezaten een paardenras. Misschien wel royalty onder de paarden. En vanaf het moment dat de Eerste Wereldoorlog een einde maakt aan die Donaumonarchie, zijn er ongeveer 1000 van die witte paarden, beroemd van de Spaanse rijschool in Wenen, waar ze dansen, zeggen wij, op muziek, die zijn vogelvrij. En verspreid over een aantal fokkerijen, stoeterijen in dat Midden-Europa, eigenlijk op buitenposten, verblijft dat paardenras. Maar het zijn in feite de levende kroonjuwelen van het hof. Het lijfpaard van de keizer. Van het land dat eigenlijk al is verdwenen in 1918. De Eerste Wereldoorlog maakt een einde aan dat rijk na 6 eeuwen. Maar die paarden, die blijven. En ik heb dus eigenlijk het lot gevolgd van 1000 witpaarden. En ze maken de val van het Habsburgse Rijk mee. De Eerste Wereldoorlog, maar ook de Tweede Wereldoorlog. En steeds lijkt het, staan ze eigenlijk in het oog van die orkaan. Dus ze maken die grote tragedies mee. Tot en met fokkenexperimenten onder Hitler en later nog onder Stalin. Hitler wilde al die Lipizzaners bijeendrijven. Hij zag daarin de bevestiging van zijn rassenideeën. Het witte paard, het raszuivere paard. Het paard dat beheersing, elegantie en ritmiek en dergelijke belichaamt. Kracht, zelfvertrouwen. Ja, en dat werd een spiegel voor datgene wat Nazi-Duitsland voor had met de mensenmaatschappij. Hè, de mensveredeling. Hetzelfde, de methode van de fokker. Je kiest het superieure materiaal uit. En het inferieure gaat naar de slager. Ja. Of wordt gecastreerd. Ja, dat is griezelig dichtbij. Die parallel met wat hij in de praktijk heeft gedacht. Ja. Van waarom worden ze zo begeerd? Dus op een gegeven moment Mussolini wil ze hebben. En Hitler probeert en krijgt ze in zijn macht. Allemaal willen ze precies dit paard hebben. En er wordt op gevochten. Ze gaan op transport. Er wordt, ze moeten vluchten. Er gaan hele kuddes, dat wist ik allemaal niet. Die steken de Donau over om nou niet in handen van de vijand te geraken. Er is een paard dat kennelijk op een voetstuk staat, dat zo begeerd wordt. Wat is dat voor gekte? Het Lipizzaner paard, zou je kunnen zeggen, is de overtreffende trap van het paard. Er is 4 eeuwen aan veredeld. Door selectie en kruising is er een paard gestalte gegeven dat de keizer moest dragen, dat gracieus en krachtig moest zijn. En tegelijkertijd betrouwbaar en vriendelijk. Dus die eigenschappen zijn samengebracht in dat ene witte dier. En tegelijkertijd is het een paard dat is doorgedrongen tot de bastions van de macht. Ja, in Wenen heb je de Hofburg. En daar heb je de paleiskamers van keizerin Sissi. En haaks daarop een vleugel van het paleis voor 50 witte hengsten. Die eten uit marmeren troggen. Keizerin Sissi is er niet meer. Maar de paarden staan er nog. En ze eten uit marmeren troggen. En ze eten uit marmeren troggen. En als ze een spier verrekt hebben, komen ze onder de hoogtezon. Dus er is iets met dat paard. Ze worden eigenlijk als mensen behandeld. Ja, zelfs als vorsten onder de mensen. Het zijn halfgoden. In Oostenrijk zijn het een soort halfgoden. Ja. Je kan ook zeggen, het is een dansgezelschap. Dus er zijn zoveel dingen toegedicht aan het paard. Dat ik mij heb afgevraagd voor dit boek, wat zegt dat over
Of als schepper van, de schepper van dat paard, de mens. Ja, vooral dat raadselachtig, dat fabelachtige wat de Lipizzaner aankleeft. Beroemd van die Spaanse rijschool. En dus ook die klassieke rijkunst, ook die sprongen die ze dan maken. Hè, die dus niet bij de dressuurwedstrijden te zien zijn. Alleen daar onder die kroonluchters in het paleis van de keizer in Wenen nog te zien. En dat paard, in zekere zin is het een fabelachtig dier. En toen ik dat woord eigenlijk in de mond nam, toen dacht ik, ja, ik schrijf een fabel. Ik schrijf een dierenverhaal en alle dierenverhalen gaan uiteindelijk over mensen.